We zingen Bim Bam Bom. Bim Bam Bom doen de kleine klokken. Bim Bam Bom doen de grote klok. Hoor je wel wat ze ons vertellen? Hoor je wel wat de klok vertelt? Bim Bam Bom. Van harte welkom in het Gein. Het is zondag 13 december, de derde zondag van Advent. Van harte welkom voor de mensen die hier zijn en van harte welkom voor iedereen die meekijkt. We gaan verder met ons voorbereiden op het kerstfeest. Want hoe kunnen we het dit jaar vieren? Wat gaat er in de stal gebeuren? Ik zal vertellen van Maria die een engel ziet. Eerst steken we de kaars aan. God heeft ons het licht gegeven en daarom maken we het licht voor elkaar. En nu de paaskaars brandt, denken we aan Jezus die met Pasen opstond uit dood en zo het donker weer licht heeft gemaakt. En omdat het de derde advent is, gaan we nu 3 kaarsen aansteken. Voor de eerste, en voor de tweede, en voor de derde advent. En we gaan erbij zingen. Kaars steken we aan omdat het zondag is. Het kerstfeest komt dichterbij. Nog even geduld. En voor iedereen die er naar uitkijkt. De tweede kaars steken we aan voor onze moeders. Voor alles wat we aan ze te danken hebben. De derde kaars steken we aan voor alle kinderen en jonge mensen. Dat ze veilig en goed mogen opgroeien, waar ze ook wonen en leven. De vierde kaars steken we aan voor alle mensen die zich niet veilig voelen, die bang zijn of verdrietig. De vijfde kaars steken we aan voor alle mensen die zich klein voelen. Omdat anderen ze klein vinden en niet vertrouwen. Omdat het leven soms moeilijk gemaakt wordt. De zesde kaars steken we aan voor alle mensen die blijven lachen en moed blijven houden. Door het huilen heen, door alle ongemakken heen. De zevende kaars steken we aan voor onszelf. Dat we ons samen voorbereiden op het kerstfeest, dat we elkaar troosten voor wat niet kan, helpen bij wat wel kan en gaan genieten van wat we samen mogen beleven.
We sluiten samen af met: zo bidden we in Jezus' naam, amen. Zo bidden we in Jezus' naam, amen. We zingen Als alles duister is. Ik heb net gezegd, wat gaat er in de stal gebeuren? Ik zal vertellen van Maria die een engel ziet. Natuurlijk weten wij wat er in de stal gaat gebeuren. Want Maria krijgt toch een kind, Jezus. En dat leggen Jozef en Maria in de kribbe, in de voerbak, want die staat in de stal. En toch is het onverwacht. Maria is eigenlijk nog veel te jong om moeder te worden. Jozef en Maria zijn wel verliefd, verloofd, maar nog niet getrouwd. Dat wil zeggen, ze wonen nog niet samen in één huis. Het is onverwacht. Wie is dat? Opeens staat er een engel voor haar neus. En Maria schrikt. Van het licht, van hoe de engel eruit ziet. Een boodschapper van God. Ze schrikt vooral van wat de engel zegt. Maria, je krijgt een kind. Ik vind het eigenlijk merkwaardig dat we dit verhaal altijd in december vertellen. Dat er een kind komt. Een paar weken voordat het kerst is. Wanneer het kind geboren wordt. Want het duurt toch veel langer om zwanger te zijn. Het duurt 9 maanden meestal. Zo lang draagt een moeder een kind in haar buik. 9 maanden. Als je vanaf 24, 25 december 9 maanden teruggaat, november, oktober, september, augustus, juli, juni, mei, april, dan kom ik uit bij maart. Wat een lange tijd is dat. Maart, 9 maanden. Zo lang hebben we al last van corona in Nederland. En zo lang heeft het voor Maria geduurd tussen de mededeling van de engel en de geboorte van haar kind. Hoe heeft ze zich al die tijd gevoeld? Misschien wel misselijk in het begin. Misschien viel het ook wel een tijdje mee. Maar op het laatst wordt het zwaar. Steeds zwaarder. Als ik terugkijk op onze 9 maanden corona, dan kan ik het ook vragen. Hoe hebben we ons al die tijd gevoeld? Niet lekker in het begin. Bang, ongerust, gespannen. Het valt in de zomer wel een tijdje mee, maar nu is het steeds zwaarder aan het worden. Wanneer komt er een eind aan? Wanneer is het klaar? Wanneer is het leven weer gewoon? Misschien moet ik maar naar Maria blijven kijken.
Zoals ze er nu bij zit, zo zal ze eruit zien in de kerststal, als Jezus is geboren. Ik zal er even pakken. Zo zal ze dus straks zitten als het kerst is. Ze zit op haar knieën, een beetje voorover. Want ze kijkt naar de plek waar het kind ligt in de kribbe straks. En het is dus niet weer gewoon na die 9 maanden. Want er is iets gebeurd. Ze is niet meer alleen. Ze is moeder. Ze heeft een kind om voor te zorgen. Maria heeft een kind om voor te zorgen. Dan denk ik, maar dat gebeurt ons toch ook? Het bijzondere van corona is toch dat we het niet meer alleen kunnen worden, ziek kunnen worden. We kunnen niet in ons eentje corona krijgen, want iedereen kan het nu krijgen. De hele wereld. En je kunt het ook krijgen, maar je kunt het ook doorgeven. Anderen besmetten. En daarom houden we afstand. Wassen we onze handen, dragen we van die mondkapjes of speciale kleding. Daarom doen we voorzichtig. We zijn er al 9 maanden lang mee bezig. Hè? Zo wordt het dus kerst dit jaar. Wat een voorbereiding. Kijk, kerstmis is een feest dat over de hele wereld wordt gevierd. Met oud en nieuwjaar erachteraan, dat zeker overal gevierd wordt. En niet overal op dezelfde manier, maar toch wel overal kerst met lichtjes, liedjes, gezelligheid, lekker eten en liefst samen. Vrede op aarde. Als er ergens ruzie is, oorlog, vechten, dan zeggen mensen, nu even niet, pauze. Doe nu even vrede. En dan weet iedereen, oh ja, dat is eigenlijk wat we willen. Pauze tussen alle nare dingen, tussen alle moeilijkheden, tussen het verdriet voelen en de angst. Even niet. En daarom denk ik, kijkt Maria zoals ze kijkt. Ze kijkt naar haar pasgeboren kind. Want zo is ieder mens toch begonnen. Als een pasgeboren kind. En daarin zijn we echt samen. Gaan we nu met corona ook even pauze houden met kerst? Nou, met een pasgeboren kind moet je wel voorzichtig blijven. Dus dat blijft hetzelfde. En dit jaar niet te veel bezoek. Dan maar een kerststal en dan spelen alsof. Maar kijken zoals Maria, dat kan iedereen. En tegen elkaar zeggen, ik ben blij dat je er bent. Ze staat vast in de stal, ze zit vast in de stal, ook om te wachten. En misschien zal Jezus wel denken, ik ben blij dat ik een moeder heb. Dag Maria, we zingen het Adventslied. De bloemen van deze zondag zijn voor Delphi, omdat zij altijd deze filmpjes op YouTube zet. Delphi, dank je wel. We bidden samen.
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Nu daagt het in het oosten. We mogen hier vandaan gaan met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. God geeft ons zijn vrede. Shalom. Dat zingen we voor elkaar. Zoals we gewend zijn, zingen we voor alle jarigen, lang zullen ze leven. Zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ze leven hoog, ze leven hoog. Ze leven hoog, ze leven hoog.